bal op de voet van Veldman. Maar levert hem wel in bij Maxwell. Maxwell naar Oscar. Oscar over het uitgestoken been van Jammer. Maar de scheidsrechter zegt nee, dat is geen overtreding. Nou, nu Robben. Robben vanaf de rechterkant. Moet even wachten op Jammer. Nou, voorzet geven. Slechte voorzet. Maar goal! Wijnaldum 3-0. Daar is de beslissing. Waar we al zo heel lang op wachten. En het is uiteindelijk invaller Jammer die bal voor de goal legt. En hem panklaar voor Jorginho Wijnaldum. Kijk eens wat een opluchting. Kijk eens wat een vreugde bij het Nederlands elftal. Een scrum in de buurt van de dugout. Iedereen blij. Zorg je voorbij. Het Nederlands elftal wordt derde. Was een goede aanval van Oranje. Tevreden snort ook de bondscoach langs de kant. Jorginho Wijnaldum, ook hij pikt dus zijn goaltje mee. Ik vind het knap hoor. Het Nederlands elftal derde op dit WK. En dan in zo'n wedstrijd winnen van een overigens ontstellend zwak Brazilië. Maar doe het maar. 70.000 mensen die hopen op datgene wat Brazilië heeft laten liggen tegen Duitsland. Namelijk eerherstel. En dat blijft volledig achterwege. Nederland had het veel eerder kunnen afmaken. Dat zeker. Maar het is wel leuk dat Wijnaldum, die in de anonimiteit veel goed werk heeft gedaan tijdens dit WK. Maar we hadden hem zo nu en dan ook wat dwingender willen zien. Maar hij heeft buitengewoon gespeeld in dienst van het elftal. Vandaar ook dat hij zijn basisplaats meer dan waard is geweest. De eerste goal in 7 wedstrijden voor hem. En Nederland dus met nu vorm die erin gaat komen. Dan heeft iedereen op dit WK van die 23 gespeeld. En heeft, is ook dat gebeurd. Dat gaat zo gebeuren. Leuk, Frans Hoek en Van Gaal wensen nog eventjes het allerbeste voor vorm. Maar die bal moet dan nog wel een keer buiten de lijnen.